Welkom bij Test Aankoop, de organisatie die uw belangen wil behartigen, maar vooral ook regelmatig testen laat uitvoeren om u te tonen wat het product in kwestie, welk product je best koopt eigenlijk. En vandaag gaan we het hebben over banden. We hebben het al beloofd eerder, we gaan het over all-season banden hebben, maar ook over winterbanden. En als ik banden zeg, dan zeg ik natuurlijk expert Steve. Hallo. Dag Steve. We hebben het al dikwijls over banden en auto's en ja. enzovoort gehad. En onlangs over fietsen bijvoorbeeld. Is dat gelukt, uw fiets aankopen? Je gaat mij niet geloven, hè? Maar ik heb dus een elektrische fiets gekocht. Oké. Ja, goed. Het is in orde. Ik heb er wel nog niet mee gereden. Oh, ik moet hem nog gaan ophalen. Ja. Maar ik ben helemaal mee met de hype en ik heb er een testritje mee gedaan. En ik vond het heel leuk. Zeer goed. Ja. Maar soms moet ik toch nog altijd de auto nemen. Ja. En dan is het natuurlijk belangrijk om te weten welke banden we moeten gebruiken. We hebben het al eens over zomerbanden gehad. Mm-hmm. En dan had je ons beloofd, ik kom terug over die all-season en winterbanden. En hier ben je. Want er is een test gebeurd. Ja, en natuurlijk willen misschien wij samen nog iets te vroeg om effectief de wissel te doen. Maar we hebben dus inderdaad 2 maten winterbanden getest. Ja. En 1 maat all-season banden. De winterbandenmaat was 205-55-R16-91V, een hele mond vol. Maar dat is eigenlijk de identificatie van de band. En dat duidt aan wat de breedte is, de hoogte-breedte-verhouding, de velgmaat en de belastings- en de snelheidsindex. Yes. Het is niet omdat wij die maat getest hebben dat de consument per se die maat zal moeten kopen, want dat wordt eigenlijk bepaald door de fabrikant. In de homologatiepapieren of in de gebruiksaanwijzing staat welke maten specifiek voor uw wagen geschikt zijn. Ja, dus je noemt 3 soorten banden. Moeten we ze alle 3 noemen? Nee. Nee, dat hoeft niet. Nee, hè? Die test, dan vraag ik me af, hoe test je dat? Ja, dat is eigenlijk een van de grootste internationale tests waar wij aan deelnemen. Mm-hmm. Dat is een verzameling van allerlei consumentenorganisaties in Europa en touringclubs, mm-hmm. zoals ADAC in Duitsland, ADAC, of de touringclub van België. Mm-hmm. En wij gaan dus eigenlijk op verschillende testcircuits na hoe goed dat die band presteren. Dat doen we op droog wegdek, nat wegdek, maar ook op sneeuw of ijs. En daarvoor gaan we naar het noorden van Finland. Wow. Maar we kijken ook naar enkele milieuaspecten, zoals verbruik, duurzaamheid van de band, efficiëntie, lawaai enzovoort. En ja. Zo maken we eigenlijk een gans schema van hoe goed dat die band presteert. En ik heb eigenlijk enkele voorbeelden mee van die testresultaten. En misschien kunnen we daar samen doorheen fietsen, want onze collega's hebben daar mooie grafiekjes van gemaakt. En een eerste aspect is bijvoorbeeld de remafstand. Mm-hmm. Daar meten we op nat wegdek hoe snel een auto tot stilstand komt, van 80 km per uur naar 0 km per uur. En daar zien we toch wel een opvallend verschil tussen de beste en de slechtste band, maar liefst 7 meter verschil in remafstand. Indrukwekkend. Dat is eigenlijk langer dan de lengte van een auto of de breedte van een zebrapad. Maar misschien nog sprekender is dat op het moment dat de band met de beste band al stilstaat, dat de auto met de beste band al stilstaat, dat de auto uitgerust met de slechtste banden nog steeds 33 km per uur rijdt. En dat is toch wel een verschil tussen geen ongeval. Leven of dood, denk ik dan soms. Misschien niet of zo ongeval erg, en geen ongeval. Of net niet een ongeval. Ja. Ja, absoluut. Nee, banden, heel belangrijk. Ja. Je zegt remafstand. Een ander voorbeeld dat ik mee heb gebracht is het gewicht van de band. Mm-hmm. Hoe minder het gewicht, hoe beter de prestaties, laat ons zeggen. En daar zien we toch wel een verschil tussen de beste en de slechtste band van 3-4 kilogram. Volledig gezet banden is dat maar liefst 15 kilogram. Mm-hmm. Dus dat is ook al redelijk indrukwekkend. En misschien het spectaculairste voorbeeld die ik heb meegebracht is de levensduur, dus de geschatte levensduur. Mm-hmm. Daarvoor gaan we echt op pad met de banden gemonteerd op wagens in een konvooi. En daar meten we om de 2500 kilometer met een laser de toestand van de band. En op die manier kunnen we een voorspelling maken van de totale levensduur. En dan zien we dat de beste band maar liefst 30.000 kilometer langer meegaat dan de slechtste band. Wauw. En je bijna 1 keer extra de wereld rond meer. Ja. Heb ik toch ooit op school geleerd. Ja, dat is 40.000, denk ik. Ja, die 3 aspecten heb je ook voor de all-season banden. Ja,
Ja, misschien nog even vermelden als vierde voorbeeld dan. Ja? Dat het niet is om zich vast te pinnen op één van die voorbeelden, maar het is eigenlijk het totale plaatje dat telt. Ja. Dus een band moet een goede balans vinden tussen alle criteria. Mm. En dan hebben we één voorbeeld, de Windtruck, die daar absoluut niet in slaagt. En dan zien we dat hij echt de mist in gaat op nat wegdek. En daardoor krijgt hij maar een testresultaat, een testscore van 2 op 100. Dus absoluut te vermijden. Dat is een winterband. Dat is een winterband, ja. Maar als je diezelfde testen moet uitvoeren voor een all-season band, dan denk ik, dan moet je niet alleen naar IJsland trekken, maar dan moet je ook naar het zuiden van Spanje gaan. Dus dat wordt toch ingewikkelder dan? All-season banden hebben er nog meer moeite mee om die balans te vinden tussen alle testcriteria, omdat die dat nog moeten doen voor 20 graden, maar ook voor vriestemperaturen. Ja. En daar zien we dat de resultaten door de jaren heen wel beter worden, maar nog altijd niet op het niveau zitten van de zomer- en of winterbanden. Dus jouw tip blijft toch te switchen tussen de twee? Onze tip is inderdaad binnen het seizoen de switch te maken van zomer naar winterbaan. Misschien een categorie van bestuurders die daar wel baat bij zou kunnen hebben, is mensen die heel weinig kilometers afleggen of die de auto kunnen gewoon laten staan als het extreme winterse toestanden op de weg worden. Ja, het is vooral naar die extreme winterse toestanden dat we toch moeten waakzaam zijn, hè? Als we gaan skiën of zo. Het is ook wel een misvatting dat winterbanden enkel nuttig zijn bij die extreme omstandigheden. Het is echt vanaf 7 graden plus 7 graden Celsius dat de rubbersamenstelling van winterbanden meer geschikt zijn om optimale prestaties te bieden. Oké. Okay. Hebben we dan een aantal samenvattende tips misschien voor mensen thuis? Alle criteria verdwijnen eigenlijk in het niets als je de bandendruk niet optimaal houdt. Dat wordt alweer voorgeschreven door de autoconstructeur. Maar het is toch wel belangrijk om die regelmatig te laten checken. Om je banden optimaal te gebruiken. Ja. En misschien nog een leuk weetje is dat op de band een DOT-nummer wordt weergegeven. En dat staat eigenlijk voor de productieweek en jaar van de band. En dat is belangrijk voor de aanschaf van nieuwe banden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want dan weet je dat die banden vers van de pers zijn, als het ware. Maar ook voor de huidige banden die gemonteerd staan op je auto, dan kan je daar de levensduur van inschatten. En dan raden wij toch aan om na 8, 9... uiterlijk 10 jaar de nieuwe set te vervangen. Ja. Je hebt mij al geleerd dat de garage wel kan aangeven wanneer enzovoort, maar dat je zelf als consument ook best wel kan gaan kijken welke banden er op de markt zijn en voor jouw auto geschikt zijn. Hè? Ja, we hebben daar volledige product selectors van, noemen wij dat. En daar kan je dus al die details die we zo net komen te zeggen, kan je rustig terugvinden. En dan kan je zeker al zien welke banden af te raden zijn. Oké. Okay. Merci, Steve. Graag gedaan. Hopelijk zie ik u snel terug, maar daar twijfel ik niet aan. We zullen zien. En zover ons thema de all-season banden en de winterbanden. Dus de grootste tip is, ga kijken op de website van Testaankoop. Abonneer u, dat is een no-brainer, want dan heb je al die content voor jou beschikbaar. En natuurlijk ook de testresultaten van wat we net bespraken. Dus kijk het rustig na. Ik wens u nog een fantastische dag en tot een volgende keer.